exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen om u te vertellen wie ze zijn. Daarna valt onvermijdelijk het doek. Mijn naam is Jo de Klerk. Ik woon in Herent, vlakbij Leuven. Ik ben lijsttrekker voor de SPA. Ik ben gitarist van opleiding, maar u kent me misschien als Jo met de Banjo, want ik was DJ op Radio 2 West-Vlaanderen in de jaren 70 en 80, West Point. En ik schrijf ook liedjes voor bijvoorbeeld Wiltura. Ik ben ook publieksbegeleider bij Blokken, Zevende Dag en noem maar op. En dus ik sta op 14 oktober op de SPA-lijst. We hebben een fantastische ploeg van 27 gemotiveerde mensen. SPA in Herent is nu aan het bestuur en we zouden dat graag verder zetten. Waarom stapt u in de politieke strijd? Goh, dat is eigenlijk een lang verhaal. Ik ben in Leuven gaan studeren. En ik kom uit een arbeidersgezin. En dat was op zichzelf toch wel iets niet zo normaal. Dan in de woelige jaren van mei 68 was ik heel actief in SVB, studentenvakbeweging. En dat engagement is gebleven. En een paar jaar daarna was ik gecharmeerd door wat Louis Tobak deed in Leuven. En dan Karel van Miert binnen de toenmalige SP. En heb ik gebeld naar de Mechelse Straat, naar het secretariaat, om mij lid te maken. Ben ik dan in Herent actief geworden in het bestuur en dan verkozen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dan schepen geworden en zo is dat engagement blijven lopen. Wat heeft uw partijkeuze bepaald? Ik kom uit een sociaal milieu en dat leek mij het dichtst aanleunend bij de idealen die toen in mei 68 onze idealen waren van een democratische universiteit en een gemeenschap die toch warm was en waar naar gelijkheid en wat werkende klasse toch wel wat meer aan bod kwam dan op dat moment de regel was. Wie zijn uw grote politieke voorbeelden? Toen was ik gecharmeerd door Louis Tobak. Binnen SVB waren eigenlijk geen echte voorbeelden. Het was toen een stroming met Rudi Dutschke in Duitsland en een aantal mensen overal. Waar wij naar opkeken en van erop keken niet wat wij mee discussieerden, want we zagen elkaar ook. En dat was eigenlijk zo'n soort een think tank, een hele discussieronde, een discussieforum, rond de universiteit in Leuven en ook in Parijs en in Amsterdam en in Berlijn. En vandaar is die geweldige interesse gegroeid naar hoe deze maatschappij toch een beetje democratischer maken. En vooral mensen kansen geven om te studeren. Dat iedereen dat kan, dat niet afhangt van waar je geboren bent of wie je bent. En dat is blijven hangen en dat engagement is gebleven. Een beetje van thuis uit, een grote familie en ook jeugdbeweging, dus dat zat toch wel een beetje in het bloed. Karel van Miert vond ik wel een schitterende kerel en hoe hij dat op een rustige manier toch goed kon vertalen. Want ik vind het ook belangrijk dat je het kunt uitleggen aan de mensen. Want zoals Willy Klaas kon speechen bijvoorbeeld, dat was iets uniek, daar gingen met een groot hart terug buiten. En dat zijn mensen die ook door hun engagement bekoren en... dat gaat ook over Zuid-Amerika, over een aantal figuren. Over heel de wereld heb je zo. We hebben een band in Herenen, Guatemala, waar ook gewone boeren meedoen als Indianen om hun eigen dorp wat te mogen krikken. Dus ook dat is iets wat bijzonder boeiend en heel aantrekkelijk en interessant is. Wat is volgens u de impact van een politieke carrière op uw persoonlijk leven? Eigenlijk veel, want het is zeker de laatste jaren, ik heb een schepenambt en de mensen zijn veel mondiger. Er zijn ook meer inwoners in Herent. Dus je moet wel tegen een stootje kunnen. En het werk is, ook door wat we van Vlaanderen hebben gekregen als gemeente, is het werk is bijna verdubbeld. En dus je mag ook je uren niet tellen. Hè. Je moet, als schepen ben je de hele dag bezig, ook het weekend. Ik heb sport en cultuur, met de Wildeman een fantastisch cultureel centrum. Dus je gaat ook. En je gaat een keer naar de voetbal kijken, je gaat naar de straatfeesten. Hè. We hebben er 35 nu in Herent. Dat is een heel leuk netwerk. En je wil daarbij zijn, je wil dat proeven. Je wil ook luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben. Want daar voel je wat men denkt over wat je vanuit het gemeentehuis doet. En het is beter vandaar toch een keer de correctie te laten spelen en een keer te luisteren. En vandaar pas de maatregelen te gaan uitwerken. Op welke thema's zal u zich toespitsen? We hebben nu voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat was eigenlijk een hele leuke oefening, met een hele nieuwe groep binnen SPA in Herent, met veel nieuwe mensen, hebben we een programma geschreven. Ik heb echt met een wit blad gaan schrijven. En we zijn over de 20 bladzijden gegaan, waar het vrij veel in stond toch om van hoe kunnen we van onze gemeente een warme gemeente maken, waar mensen graag wonen en blijven wonen. En we hebben daar 10 speerpunten uitgehaald. En ik trek al een paar jaar het zwembad in Herent, wat er nog niet is, tot mijn groot verdriet. Maar wat er kan komen binnen 2 jaar, als alles normaal blijft, als de financiën normaal blijven, daar is al heel veel werk in gestoken. We hebben de grond gekocht en ik hoop van ganse hart dat het lukt binnen een paar jaar.
We hebben nu ook een nieuw gemeentehuis gebouwd, waar wij uniek in Vlaanderen en de gemeente en het OCMW en de politie en de bibliotheek in één gebouw hebben gestopt. Het is een groot gebouw, het is een mooi gebouw. En ik hoop dat het ook van binnen, dat ook de verhuis daar lukt. We zijn daar volop mee bezig. En dus die twee dingen, dat zwembad en de kouter, zoals het heet, ons gemeentehuis. Ik hoop dat we daar naar de toekomst toe nog een paar jaar goed kunnen meewerken. Wat hoopt u te realiseren na 14 oktober? Het zijn dingen die altijd niet beter kunnen. Het is een nieuw tijdperk. Willy Kuipers stopt onze oud-burgemeester. Hij gaat de N-VA duwen, tot mijn verdriet, maar dat is iets anders. Ik hoop dat de mensen voor de toekomst stemmen en niet voor het verleden. En ik zeg het, het zwembad zou leuk zijn, want nu moeten de kinderen 20 minuten met de bus naar Leuven. En dichterbij zal ook voor 2000 schoolkinderen een hele mooie oplossing zijn. En daarnaast hebben wij een aantal speerpunten uitgedokterd. Bijvoorbeeld het gemeentehuis een stuk meer open houden tijdens wanneer mensen thuis zijn. Bijvoorbeeld zaterdag voormiddag een mogelijkheid om te onderzoeken. Veiligheid, we zijn een gemeente waar heel veel verkeer is, is toch iets waar we beter moeten mee werken. Meer luisteren naar de mensen en ja, ik denk dat daar werk aan is. Daarnaast hebben wij ontwikkelingssamenwerking met Guatemala een band die we verder willen uitwerken. En dat toch een, ja, goed aan het stevig gaat bijdragen, denk ik dat we dat moeten doen. En daarnaast is, wij zijn een sociale gemeente. We hebben ook nog altijd woningen tekort waar mensen inherent kunnen betaalbaar blijven wonen. En dat is ook een opdracht die we echt moeten vervullen. Wat is uw favoriete quote? Ik heb een quote gekozen van vader van Moerkerke. Dus de vader van Bernard van Moerkerke, die nu Sunparks heeft. En de vader was de stichter van Sunair in de tijd. En op een goede avond zei hij tegen mij, toen hij zijn zoon kwam bezoeken, die toen in Leuven studeerde. Hij zei, joh, in het leven rijden er een aantal treinen voorbij. En als je er niet op springt, dan gebeurt er niets. Maar als je erop springt en je weet zelfs niet waar die naartoe gaat, dan gebeurt er wel iets. En dan engageer je, dan leef je. En dan, ja, dan ben je weg. En dat moet je doen. Dat is bij mij blijven hangen. Dat één, die man had zelf wel van alles gedaan en meegemaakt. En het had met, het was ook visueel van, ja, beweeg. Ja, en hou je geest, hou je spirit open voor nieuwe dingen. En dat heeft niks met leeftijd te maken of weinig. Maar kijk naar, alleen, wees verwonderd en blijf zo, ja, vlieg door het leven. Blijf niet stilstaan. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb lang moeten zoeken of nadenken wat ik zou meebrengen. En ik heb gekozen voor mijn studentenkaart. Toen ik in Leuven aankwam, dus iedereen in die periode kreeg zo'n soort studentenkaart waar alle jaren opgeschreven stonden, dus wat je wou studeren. En ze is tamelijk volgelopen, want ik wou eigenlijk journalist worden. Ik heb grammatica gedaan, nog een paar economische erbij. Dus dit kaartje is voor mij een prachtige periode geweest. Ik kwam als 18-jarige in Leuven aan. Voor mij was dat totaal nieuw. Ik kwam van een klein dorpje, Magger aan de Leie, in Oost-Vlaanderen. In de stad, alleen, op kot. En een fantastisch jaar. Het jaar van Fred Brouwers, Johan de Poorteren. Wat een heel goed jaar in de Germaanse eerste kant. En dat is blijven lopen. Dat is ook het engagement geweest in mei 68 voor mijn politieke inzet. En daarom is het een beetje een symbool van, ja, van het, of de start van toch wel een heel fijn leven.